Lin, jij gaat gewoon lekker je Engels doen. Je gaat bezig zijn met datgene hè, waar je mee bezig was. Dat blijf je gewoon een tijdje doen. Ik zeg telkens dat je opkijkt, net als de afgelopen keer. Hè. Gewoon je kijkt op en dan pak je een vast punt. Gaat heel goed, Lin. Dat is het. Je moet je hand even zo houden, Lin. Ik deel de sessies altijd, als ik opdrachten krijg, in tweeën in. Dus ik heb één keer een uur geschild en de andere keer een half uur. Ik ben bijna klaar. Hè, wat ik verder nog ga doen, daar heb ik jou dus niet bij nodig. Hè. Dat kan ik uit mijn hoofd, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik ga nog even een paar accentjes zetten in de H-partij. Nou, Lin, dit is het bijna het eindstadium. Dus dit maak ik verder af zonder jou erbij. Oké, dat was het.